Ik denk dat de mensen heel erg blij zijn geweest dat de president aandacht heeft besteed aan, in elk geval toont dat er aandacht is, ook vanuit de hoogste leiding van het land, op de noden van de mensen daar. En dat hebben ze ook geuit. U weet hoe dat gaat in het binnenland, dat er kroetes worden gehouden en dan worden de boodschappen doorgegeven. En dan, dat is dus duidelijk een van de boodschappen die is aangegeven. Dat men het erg apprecieert dat de president tijd heeft genomen om naar het volk te komen, om te kijken naar en te luisteren naar de noden van hun. En daar zijn ze dus erg dankbaar voor. Verwachten jullie met dus de regenval die nu komt dat het waterpeil weer kan stijgen? Het moet niet uitgesloten worden, omdat het water, afhankelijk van waar de regen precies valt, zal natuurlijk altijd zijn weg zoeken om richting zee te gaan. Dus ik word denken wel, ja, als het blijft regenen en hard blijft regenen, dat we moeten verwachten dat er mogelijkerwijs weer plaatselijke stijgingen zullen zijn van het waterpeil. Ook op plaatsen waar het reeds onder water is geweest. Heer Slijngaard Patrick van Leuven van Appinti, is er al een beeld hoeveel hulp is gegaan naar het gebied? Ja, er is een exact beeld over hoeveel hulp er is geweest. En misschien is het goed als ik dit moment neem om precies uit te leggen. Kijk, vaak genoeg heeft men het gevoel of heeft men het idee dat als er wateroverstromingen zijn, dat plotseling voedselpakketten belangrijk worden. En iedereen wil dan voedselpakketten, voedselpakketten, voedselpakketten. Nou, voedselpakketten worden volgens een bepaalde procedure, volgens een bepaalde systeem, wordt er bepaald wanneer welke hulp wordt gegeven. En dat is een matrix die bij NCCR is ontwikkeld. En we doen dat vanaf 2006. Zoals de president een paar keer heeft aangehaald, bij Falawatra is er een heleboel ontwikkeld. En dat gebruiken we. Dus zijn de good practices die we tot nog steeds gebruiken. Nou, wanneer wordt er voeding gebracht ergens? Wanneer het gevaar bestaat dat de mensen gebrek zullen lijden aan voeding. En dat kan op een aantal manieren. Men heeft bijvoorbeeld opgeslagen, voeding opgeslagen, maar dat is onder water geraakt. Dus de mensen hebben gewoon geen voeding meer. En ik geef altijd het voorbeeld van, kijk, wanneer we in Paramaribo zijn, kunnen we elk moment van de dag of van de nacht naar de supermarkt gaan. In het binnenland hebben ze geen supermarkt. Dus je kan de mensen niet daar laten. En het is een verantwoordelijkheid van de overheid om de mensen, de mensen die reeds zo zwaar getroffen zijn door het water, te ondersteunen met onder andere voeding. Een tweede manier of een tweede mogelijkheid waarom gekozen wordt voor voeding is wanneer men niet meer in staat is om hun kostgrondjes te bewerken of als alle crop, alles wat ze hebben verbouwd, als dat vanwege de hoge stand van het water is komen te bederven. En dat is vooral in het zuidelijke deel van Suriname, bij de Indiaanse dorpen, waar ze vaak genoeg onder het voedsel dat ze daar verbouwen, is aardvruchten, zijn cassave en nappi, et cetera, et cetera. En u begrijpt, als dat onder water komt te liggen, dan kunnen ze niets meer daarvan doen, want het bederft. Dus dat is de reden en dat wordt volgens een bepaalde procedure wordt daarnaar gekeken. Ironisch bijvoorbeeld is dat we, en dat is bijvoorbeeld water, we hebben nu zoveel wateroverlast, er is zoveel water, maar toch moeten de mensen weer water krijgen, omdat het moet drinkwater zijn en het water is vaak genoeg gecontamineerd, toch? Dus dan kunnen ze dat ook niet gebruiken totdat het weer de mogelijkheid is om te zuiveren. Dat is, laat maar zeggen, die uitleg en ik heb dit moment gekozen om het even te pakken. Maar ja, we zijn inderdaad op de hoogte en we weten precies hoeveel voedselpakketten waar naartoe zijn gegaan. En misschien moet ik mezelf corrigeren, het zijn geen voedselpakketten alleen, het zijn noodhulppakketten, waaronder voedsel. Maar we sturen ook andere dingen als waterlaarzen bijvoorbeeld, tenten, tarpaulins, zodat de mensen zichzelf ook een beetje, als ze weg zijn getrokken van huis, dat ze een tent kunnen maken. We sturen ook andere zaken zoals babyvoeding. Vooral als er veel baby's zijn in die buurt, wordt er babyvoeding gestuurd. We sturen op dit moment op Saramaka. Daar zijn we bezig met zandzakken die richting die kant op gaan. Omdat u begrijpt dat als de mensen
In het water moeten leven, kan het lang duren. Dus wat wij doen, we geven zandzakken, dan wordt het zandzak. De zandzakken worden voor de deuren geplaatst. Dan komt er misschien wel een beetje water naar binnen, maar veel minder dan wanneer je niet zou plaatsen. Ja. En dat water dat eenmaal erin is, kan je dan weer eruit scheppen. Dus dat is de wijze waarop we op dit moment ermee omgaan. We kijken ook naar wat is de vraag vanuit de bevolking zelf. Toch? Want soms zeggen de mensen van, als je me een veldbed geeft, of als je me noem maar op geeft, dat voorlopig dat idee. Want ik ben wel ergens, ik kan een kamp of me. Dus ik kan tandappen en dat daar wat ik wil mee komen. Snap je? Dus het is een samenspel tussen ons en de mensen die getroffen zijn. En wij proberen dus zoveel mogelijk in te spelen. En de president zei het al zo pakkend, op basis van wat kunnen wij dragen op dit moment. De president heeft ook aangegeven, of eigenlijk bijna als een oproep gedaan in de samenleving, om het samen te doen en kijken wat we allemaal kunnen bijdragen. Als mensen geïnteresseerd zijn om goederen te geven, waar kunnen ze dat doen? En wat hebben ze precies nodig? Ja. Ik dacht een weekje geleden heb ik reeds een oproep gedaan aan de samenleving. Het volk wil vaak ook geven en ze hebben vanaf het begin hebben wij verzoeken gehad van luister, waarmee kunnen we helpen? Ik denk dat het Surinaamse volk altijd heeft getoond dat in tijden van nood zij altijd bereid zijn om een handje te helpen. Wat wij dus, de oproep die wij hebben gedaan, en ik sluit me direct weer aan bij wat de president zegt, is dat we uitkijken naar onder andere water, want de mensen hebben veel water nodig, maar ook andere dingen die noodzakelijkerwijs gebruikt moeten worden. U zult begrijpen dat als we water naar het binnenland transporteren, in petflessen, en het gaat bij de duizenden, wat denkt u dat er gaat gebeuren? Die petflessen gaan in het milieu terechtkomen, en dat willen we juist niet hebben. Dus wat we doen is, ook zaken als vuilniszakken materiaal om te desinfecteren, et cetera. Dat is ook alles wat wij proberen te sturen richting binnenland. Zodat de mensen ook weten van als ze een petfles hebben gebruikt, dat ze het in een vuilniszak zetten. En later gaan we operaties hebben om al deze petflessen te halen naar Paramaribo, zodat ze verwerkt kunnen worden. Dus dat is onder andere ook een van de zaken die we moeten doen. Dus het is niet louter alleen maar voedselpakketten brengen. Het is veel meer omvattend dan alleen dat. Is er al een gebied gesignaleerd waar de mensen verplaatst zullen worden van het huidige gebied? Ja, er zijn gebieden geïdentificeerd. In 2006 hebben wij bij de operatie Vallewater inderdaad een aantal gebieden geïdentificeerd. Ik moet jammer genoeg zeggen dat het daarbij is gebleven. Maar de plannen zijn er nog. En we gaan ze natuurlijk ook weer boven water halen, letterlijk en figuurlijk, boven water halen. En dan gaan we kijken wat kunnen we doen, hoeveel is er nog nodig om al deze maatregelen te treffen. En eigenlijk gaat het een beetje erom dat er daadwerkelijk gebieden worden geïdentificeerd in samenwerking, en dat is misschien belangrijk, met het traditioneel gezag, met de mensen daar, zodat zij zelf zeggen van, luister, Jana Moroboom Presi Fupotasani. Toch? Dan gaan we kijken wat we eventueel daar kunnen doen. En dan wordt er een plan gemaakt, zodat we gezamenlijk kunnen kijken naar hoe gaan wij een onderkomen bouwen voor de mensen die ze kunnen gebruiken wanneer er nood is, maar tegelijkertijd die ze ook kunnen gebruiken wanneer er geen nood is. Bijvoorbeeld als een community center of weet je dus, et cetera. Of een noodschool bijvoorbeeld, als ze ergens zijn en er moet les gegeven worden. Dat er daar banken worden geplaatst en dat de mensen daar eventueel kunnen gaan. Dus het moet functioneel zijn wanneer je het nodig hebt. Maar het moet ook functioneel zijn wanneer we bijvoorbeeld niet in een rampsituatie leven. En je niet voor niemand al hebt geïnvesteerd en het blijft maar daar staan. Zal het Nationaal Leger ook worden ingezet om hulp te bieden? Het Nationaal Leger is op dit moment al heel hard bezig om ondersteuning te geven. In de vorm van transport. Ze helpen met voertuigen in de vorm van vliegtransport, de helikopters die vliegen naar diverse plaatsen. Militairen worden ingezet om te helpen met distributieactiviteiten. We hebben ook mensen van het leger die zich ook bezighouden met ondersteuning geven aan alles wat in principe NCCR vraagt, wordt dan door het leger ingespeeld. Wat drinkt?
sorry. Rara juga niet alleen het binnenland, maar ook Saramaka en Ikeri, een waterprobleem. Dus zijn er genoeg manschappen dan om het plan van het NCC eruit te voeren? Ik moet zeggen nee. We kunnen altijd nog meer handen gebruiken. Omdat de omvang steeds groter wordt. Maar een belangrijk fenomeen is dat behalve dat die groter wordt, verplaatst het zich ook elke keer. Dus het is niet altijd geconcentreerd op één gebied. Maar het gaat van één gebied en dan verplaatst het zich naar een ander gebied. Dus je kan niet altijd een focus hebben maar in één gebied. Je moet dat hele, de hele area moet je coveren. En daar heb je soms inderdaad wel mensen nodig, veel mensen voor nodig, ja. Wat de drinkwatersituatie betreft, het brengen van drinkwater in petflessen, zoals u eerder had gezegd, het zorgt voor milieuvervuiling. In andere landen waar ze te kampen hebben met overstromingen, hebben ze portable waterzuiveraars. Zou het niet handig zijn om die te gebruiken? Ja, laat me dit zeggen. Het brengen van petflessen zorgt nog niet voor milieuvervuiling. Het weggooien van die flessen wanneer je het hebt gedronken, dat gaat milieuvervuiling brengen. Maar ik begrijp je vraag. Ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat we proberen om structureel aanpassingen te doen, dan wel investeringen te laten doen, om de mensen, inderdaad zoals je het zegt, waterzuiveringsinstallaties te plaatsen, die dus zelf water kunnen zuiveren. En elektriciteit, men plaatst zonnepanelen, et cetera. Maar de opmerking is eerder al gemaakt dat hoogstwaarschijnlijk bij de beoordeling van waar je dit gaat zetten, heeft men kennelijk niet voldoende rekening gehouden met de hoogte van het water op bepaalde tijden, waardoor een aantal van deze installaties, en het zouden installaties moeten zijn die dus structurele verlichting zouden moeten brengen, die zijn ondergelopen. Zowel elektriciteit als water. Nu moet dus dat gedaan worden. Er is een thema in disaster management wat handelt over wanneer je noodhulp moet geven, dan moet je noodhulp geven. Maar er komt wel een moment waarop NCCR altijd zegt dat wij een stap terug gaan doen. Omdat wanneer we in de herstelfase komen, de vroege herstelfase, is het geen zaak meer van NCCR. Want NCCR is er voor noodhulp. Maar dan wordt het een zaak van de overheid en haar instituten, andere instituten, die dan ervoor gaan zorgen dat er structureel verbetering komt. En in disaster management is er iets wat we zeggen, de BBB, het BBB-principe. Dat is de Build Back Better-principe. Dus dat wil zeggen, alles wat verloren is gegaan, moet je opnieuw maken, maar nu beter. Dus wanneer een school onder water is gelopen, dan ga je natuurlijk die school weer moeten maken, et cetera. Maar we gaan het niet laten op dezelfde plaats. We gaan kijken als je het weer ergens anders zou kunnen plaatsen. Oké, waterpeil is dalende. Wil dat zeggen dat er nu al plekken droog liggen? Wat is de situatie precies? Ja, het waterpeil, in sommige dorpen hebben we gezien dat het water daalt. In andere dorpen hebben we gezien dat het water juist omhoog gaat. De Indiaanse dorpen, Tipu en Palumu, et cetera, is het water juist heel erg groot, heel hoog geworden. Dritabiki is het water hoog. Saramaka is het water hoog geworden. Dus en we kijken naar Nikeri bijvoorbeeld, de Nani-zwam. Het water is ook bijna buiten de gelimiteerde proporties gegroeid. Dus nu is men al bezig, deskundigen zijn al bezig om te kijken naar het spuien, want ze moeten water spuien. En hoeveel moet er gespuit worden, et cetera. Dus dat is Nikeri. Maar als je niet genoeg water spuit, dan regent die val, dan begrijp je dat het toch een probleem gaat worden. Dus ja, strikte monitoring. Er is nog geen noodsituatie of rampsituatie daar. Maar het is een situatie waarbij we strikt monitoren en echt de vinger op de pols houden. En soms vervelen de mensen van wanneer NCCR vraagt en belt, et cetera. Van, jongen, we heet die weer, bel me. Maar het gaat hier om, we moeten die monitoring blijven doen, zodat wij niet reactief bezig zijn, maar juist preventief bezig gaan zijn. En dat is wat wij doen. In de kwestie van Saramaka, hebben jullie alleen maar zandzakken gebracht verlopen? Nee, Saramaka en NCCR zelf heeft zandzakken gebracht. Dat is die preventieve
maatregelen. Maar NCCR is samen met de districtscommissaris, het ministerie van OW, die zijn al bezig om te kijken naar andere mogelijkheden om bijvoorbeeld dammen te verhogen en te versterken. Ik dacht dat Surswam in beeld was. Dus dat zijn de maatregelen die ik op dit moment weet. Dat is wat ik vanmorgen heb begrepen van de districtscommissaris. En nu ga ik dus meer informatie krijgen wat er verder gaat. Maar dat is wat ik op dit moment over Saramaka kan zeggen. Meneer Slijngaard, de laatste vraag. We gaan praten over de grootste bottleneck van infrastructuur, logistiek. Wat heeft NCCR precies nodig? Want de laatste keer dat ik u hoorde praten was om de plekken te kunnen aan te doen. Dat is een beetje de grote challenge. Het is altijd een bottleneck. Niet alleen in Suriname, het is in de hele wereld zo. Hoe verplaats je, hoe breng je de spullen naar de mensen die getroffen zijn? Vaak genoeg is die omgeving al helemaal getroffen. We hebben vliegtuigen hier op Zorg en Hoop staan bijvoorbeeld, maar we kunnen niet landen op de vliegvelden in het binnenland. Toch? En dan moet je naar andere mogelijkheden kijken. Dan moet je ergens dichtbij landen en dan moeten daar weer boten klaarstaan, et cetera. Dus het is een constante samenwerking tussen wat wij kunnen voorzien en onderling in het binnenland de mensen die dus... De dignitarissen en het gezag dat zij ondersteunen met het transporteren en het distribueren van de spullen. Okay.